ik ben Anne Fleur en ik studeer voltijd filosofie aan de Erasmus School of Philosophy. Ik sta op dit moment in mijn kamer in Rotterdam en ik neem jullie vandaag een dagje mee in mijn leven als filosofiestudent. Ik begin mijn dag vandaag bij Kaaps Maria. Kaaps Maria is normaal gesproken een restaurant, maar tijdens deze coronacrisis heeft de faculteit ervoor gezorgd dat de filosofiestudent hier nog steeds kan studeren. Hier zit ik zeker wel 2 dagen per week. Ik pak even snel wat koffie en begin met het voorbereiden op het werkcollege van straks. Wat een werkcollege nou precies inhoudt, dat vertel ik je zo. Bij de tram heb ik afgesproken met Jorna, een studiegenootje van mij, om samen naar de campus van de Erasmus Universiteit te reizen voor ons werkcollege. Onderweg vraag ik waarom hij eigenlijk ooit filosofie is gaan studeren en hoe hij zijn studie nu ervaart. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in maatschappelijke vraagstukken. Toen ben ik gaan kijken naar sociologie en rechten. Alleen daarna kwam ik erachter dat filosofie eigenlijk al deze disciplines omvat. Het lastigste aan de studie vind ik het lezen. Maar later in de studie ben ik eigenlijk achtergekomen dat het allerleukste is aan deze studie. Aangekomen op de campus moeten we doorlopen, want we zijn aan de late kant. Tijdens het werkcollege zullen we de stof met elkaar doorspreken en de literatuur met z'n allen nauwkeurig en kritisch lezen. Dit is anders dan bij een hoorcollege. Daar zit je meestal in een grote groep in een grote zaal en luister je eigenlijk alleen maar terwijl de hoogleraar praat. Je hebt elke week altijd 2 hoorcolleges en 1 werkcollege per vak. Een vak duurt 4 weken en daarna de tentamenweek. Na mijn college heb ik afgesproken met filosofiestudent Nathalie Keers op de filosofiefaculteit, waar alle medewerkers normaal zitten. Nathalie is de hoofdredacteur van Erasmus Student Journal of Philosophy. The ESJP is a double-blind, peer-reviewed student journal that publishes the best philosophical papers written by students. So it gives students the opportunity to realize their first official academic publication, and students also get the opportunity to be a part of the editorial process. Jorna en ik gaan nog even koffie drinken. In de tussentijd neem ik jullie mee naar het Schielandhuis midden in de stad, waar ik oud-filosofiestudent Hugo van der Kooi ontmoet. Hij studeerde vorig jaar af en volgt nu een traineeship bij Rotterdam Partners. Ik vraag Hugo wat hij zo leuk vond aan zijn studie. Het leukste aan filosofie studeren vond ik dat ik erachter kwam dat er altijd een vraag naar de vraag is. Dat er altijd iets onderliggends te ontdekken valt. Rotterdam Partners is de marketing- en promotie-agency van Rotterdam. En binnen het bedrijf zet ik me in om Rotterdam een mooiere en toffere plek te maken voor alle Rotterdam. Dit doen we door het organiseren van evenementen over grootstedelijke vraagstukken en organiseren we podcasts met toonaangevende Rotterdammers. Filosofie heeft me geleerd om kritische vragen te stellen en dwarsverbanden te zien en te leggen. En dat komt naar voren in overleggen en vergaderingen waar ik juist degene ben die afstand kan nemen. Na een heerlijk kopje koffie gaan we naar proeflokaal Vaas. Hier heb ik afgelopen jaren heel wat avonden doorgebracht. Niet zo gek, want het is namelijk de stamkroeg van de faculteitsvereniging ERA. ERA speelt een grote rol in mijn studietijd. Zij organiseren studiesessies, studiereizen en andere leuke evenementen zoals kroegcolleges, waar een docent een leuk college komt geven in de kroeg. Na even wat gegeten te hebben, reizen we terug naar de campus waar we college hebben. Colleges zijn bij filosofie vaak in de avond, omdat veel mensen een deel van de studie naast een andere studie doen. Wat zorgt voor een leuke en gemixte groep studenten. Voor mij kan het avonddeel ook wel goed uit, want ik ben namelijk niet een ochtendmens. Ik ga nu het hoorcollege volgen en neem hier afscheid van jullie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe een dagje als filosofiestudent van Erasmus School of Philosophy eruit ziet. Mocht je nou vragen hebben of meer willen weten over onze bachelorprogramma's, ga naar onze website. Daar vind je de studieprogramma's en kun je chatten met studenten die jou alles uit willen leggen over de studie. Tot volgend jaar!